Er is over het algemeen veel enthousiasme over de aanstelling van Tim de Wit als talkshowhost voor de late avond van NPO 1. Eigenlijk zouden Jeroen Pau en Sophie Hilbrand het met z'n tweeën gaan doen, maar hij heeft meerdere huizen in het buitenland en wil in onze winter lekker in zijn huis op Curaçao gaan zitten. In elk geval in januari en februari. Tim zal in elk geval in die maanden invallen voor Jeroen, en daar zijn veel mensen erg content over. Jan Uriot, de sterjournalist van Weekblad Privé, is echter niet enthousiast. Het is volgens Jan echt een verschrikkelijke keuze. Ik vind het zo saai die man. Zo'n talkshow vraagt gewoon een beetje om iemand met humor en zelfspot en dat heeft hij niet, zegt hij in de podcast strikt privé. Jordi Versteegde, die de podcast presenteert, vindt dat wel heel snel geoordeeld. Hoe weet jij dat dan, Jan? Want zo'n bureau buitenland, wat hij maakt op Radio 1, is natuurlijk een serieus programma. Misschien kan hij wel heel leuk over het Songfestival praten. Jan Stellig, nee, dat kan hij niet, dat weet ik zeker. Ja, het is jammer, maar ik bedoel. Wie dan, zou je vragen. Ik vind Raymond Mens, de Amerika-kenner die we vaak bij VI zien, wel humor en zelfspot hebben. Zo iemand, ik zeg niet dat hij het moet doen, moet je daar neerzetten en niet Tim de Wit. Daar is Jordi minder enthousiast over. Je kunt niet in een keer van een Amerika-kenner naar een talkshow host. Jan, ja, maar die hele man moet daar niet gaan zitten. De titel van de op één opvolger, Barlaat, is volgens Jan ook al afschuwelijk. Zie jij de kritiek al voor je? Bar slecht. Die naam is niet goed. Bar slecht.